President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren 114 manschappen van het Directoraat Nationale Veiligheid beëdigd tot veiligheidsfunctionaris en buitengewoon agent van politie. De groep is uit de lichtingsploeg van 2019. Santokhi stelde tijdens zijn toespraak dat het land professionele, betrouwbare en integere veiligheidsdiensten nodig heeft. Veiligheid is namelijk een van de randvoorwaarden voor het brengen van ontwikkeling en ook voor het aantrekken van investeerders. DNV-directeur Ramlal attendeerde de manschappen erop om een grote mate van alertheid, accuratesse, discretie, flexibiliteit en voorkomendheid te etaleren in hun werk. Waarnemend procureur-generaal Parag Singh roept de nieuwe leden op de dienstvoorschriften strikt na te leven.